Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Let's Go Eevee Soul Link met Jordi van de Subpark, guys. Allee. Allee. Allee, allee. Jordi heeft de vorige aflevering besloten om alvast daar de Rocket High uit te gaan, omdat ik ervoor gezorgd heb dat zijn Kadabra doodging. Dat was niet heel handig voor mij. Nee, en mooi dat je het zelf toegeeft. Ja, tuurlijk. Ah, dus het was ook gewoon dom. Ik zei al meteen van, oké, dit was gewoon dom. Ja. Nee, dus... Dit was niet heel sterk gespeeld van mij. Om er gewoon voor te zorgen dat wij niet al te veel dingen verliezen, gewoon gezegd, fuck it. Wij doen nu eerst even een Rocket Hideout om wat te levelen. Ja. En om even wat monster fixen. Want als we de Rocket Hideout hebben gedaan, kunnen we Pokémon Tower doen. Dat is dan een Ghastly of een Cubone. Oké. Als ik het goed heb, nou ja, de... Die per mogen we toch niet gebruiken dan. Dat per kunnen we alleen niet gebruiken. Ja, of wat we kunnen doen is dat jij de Ghastly vangt en dat ik mijn Shiny Onix gebruik. Nee, Cubone kan ook gewoon. Dan evolve je hem naar een Werowak en dan in Fuchsia wist je hem in voor een... Oh ja. Ghost Fire. Oh, dat kan ook. Ja. Maar heb je... Oh ja, ja. Dat kan als, als er dan iets gebeurt met jouw normale Ninetales, ja, dan heb je een pair. Ja, precies. Want ja, hebben wij nog een Poisonmon in ons team? Die wij daadwerkelijk gebruiken als primary poison? Ik denk het niet. Ja, dan kan ik denk ook. Dan kan Gengar met Alolan Marowak kan ook gewoon. Dan is de Gengar de poison en is dan Alolan Marowak de ghost. Oké, ja. Ja, we zoeken aardig wat basis in de wet, maar ja, wat wil je ook? Er zijn al te veel devs gevallen om nu nog... Ja, picky te zijn. Precies. En dan heb ik eigenlijk een hele goede vraag voor jou, Milan. Speel jij Animal Crossing? Nee. Heb je iets gezien van die direct? Nee, ik heb wel Animal Crossing, maar daar blijft het dan ook bij. Oké. Vertel maar. Nou, wat hij eigenlijk in die direct zat was Rooster, dus een café. Wat heel populair is rondom Animal Crossing fans. Oké. Dus die waren heel blij dat erin zit. Wat oude characters kwamen ook weer terug en dan als voor hairstyles, nieuwe furniture, etc. Oké. Heel veel nieuwe furniture, heel veel nieuwe extra dingen die je kan doen. Oké. Gyroid staat er uiteindelijk in. Wat is dat? Als die reageren op muziek, dan maken ze een deuntje of bepaalde trillingen. Okay. Dus als je meerdere daarvan hebt, kan je gewoon bij wijze van spreken een hele kamer vol met muziek maken. Oké. Op zich geinig. Dus dat helemaal. En dan kreeg je nog... of Kiki Slider had je nog. Dan had je nog bepaalde eilanden met Cappy. Of Cap'n. Dus dat kon je nog doen. En dan had je de paid DLC. En wat is dat dan? Dat moet dan wel goed zijn. Want... Weet je wat Happy Home Designer was? Ik heb daar wel wat over op Twitter gelezen, maar ik weet niet precies wat het is. Oké, dat houdt in dat je gewoon huizen voor de mensen kan gaan maken. Helemaal ontwikkelen, et cetera. Oké. En dan op andere locaties, dus gewoon op eilanden kan doen. Oké. Dus dan maak je een vakantiehuis voor zulke mensen op basis van hun wensen. Grappig. En omdat dan DLC is, kan je dat ook doen in je eigen eiland. Dus alle dingen die je daar oppikt, kan je ook weer toepassen in je eigen ding. Nou, er zijn bijvoorbeeld niet dragende muren. Dus dan kan je gewoon kamers indelen op basis van muren. Oh ja. Dan kan je licht toevoegen. Dus een beetje van die Philips lichten. Okay. Dus dat het rood licht is, geel licht, blauw licht. En soundscapes. Dus als je een kamer inkomt, dat er gewoon een bepaalde geluid inkomt. Dus strand, constructiewerk, die dingen. Oké. Dus dat was voor een toevoeging was die aardig breed. En sommige mensen hadden zo in van, ja, de DLC is aardig duur. Hoe duur is die? Als ik het goed heb, was 20 à 30 euro. Oké, dat vind ik wel duur. Zelfde dus struk koffing. Maar ik denk niet dat ik dood ben.
Het is aardig duur. Aan de andere kant, als je die Nintendo Switch Online had met Expansion Pass, dus waar die hele hubbub ook overheen is, dan zit die er gewoon in. Oh, oké. Okay. Dat vind ik dan nog wel weer netjes. Dus dat is een beetje... Ja, ze zijn die Expansion Pass flink aan het pushen. Ze hebben geld nodig, zeker. Als ze geld... Sorry dat ik zeg, maar als ze geld nodig hebben, dan moeten ze gewoon meer legacy support toevoegen. En daar bedoel je mee? Je bent niet bekend met de term legacy support? Nee. Dat ze oudere games gewoon uit de vault gaan halen. Oké, dus dat ze die net als zo'n... Waar we het over hadden, dat ze zo'n Wind Waker re-release... Ja, bijvoorbeeld dat ze die Wind Waker release op Switch. Kost bijna geen moeite. En het is zo 1 à 2 mil. Aan sales. Yep. Dus als ze zeggen van... Ja, we hebben geld nodig, rot op. Re-release die game even en je hebt het. Ja. Ja, ik zou die game ook zo weer halen, zeg maar. Kijk, Wind Waker is mijn favoriete Zelda. Nou, nee, dat is niet waar. Breath of the Wild is mijn favoriete Zelda en daarna Wind Waker. Kijk, ik heb altijd nog wel een keer discussie met Glenn van die inwezen gehad daarover. Van ja, maar die game is al uit geweest. Waarom zou je hem nieuw kopen? Ja, maar ik heb geen GameCube gehad. Dan had je een Wii moeten hebben, maar ik heb ook geen Wii gehad. Ik heb ook geen Wii U gehad. Ja, oké. Okay. En dan nog, hoe heet het? Ja, ik heb hem het liefst ook gewoon allemaal op dezelfde console. Ik heb hier mijn GameCube niet meer liggen, zeg maar. Nee. Kijk, en ik snap ze redenering soms wel van ja, het re-release van oude games is heel makkelijk. Kost geen geld en toch gaan mensen het doen. Ja, ik snap ze redenering ook wel. Maar aan de andere kant zie ik ze ook zin van... de Switch vind ik ook weer zo'n speciale console. Dat ze daar heel veel dingen op mogen re-releasen. Want ja, van mij het belangrijkste van de Switch is en blijft nog steeds... Portability. Je kan hem overal mee naartoe nemen. En overal insteken waar iemand een dock heeft of zegt, fuck it, ik wil even op de tv, kan je even jouw Switch eruit halen. Kijk, Harm haat nog steeds de Switch. Hij vindt nog steeds een van de slechtste consoles ooit, maar ja. Ja, maar hij heeft echt hele rare meningen. het lijkt wel alsof hij gewoon altijd de mening pakt die het minst... niet per se. Hij vindt Wind Waker vindt hij ook leuk, hij vindt Twilight Princess vindt hij ook leuk. Dus heel veel mensen die Wind Waker leuk vinden, haten Twilight Princess, zulke dingen, maar... Ja, ik ben ook niet zo'n Twilight Princess fan hoor, maar... Terwijl ik meer fan ben van Twilight Princess en niet van Wind Waker, maar het is meer zo van... Ik zie de mooiheid in beide, maar ik vind Twilight Princess echt meer een Zelda game. Dan Wind Waker, omdat Wind Waker echt meer exploratief is en meer lijkt op Breath of the Wild in sommige aspecten. Mm-hmm. Want je hebt niks. Je zit gewoon in open world en je moet gewoon naar je eilanden toe. Terwijl Twilight Princess meer lijkt op een wereld. Oké. Okay. En heel veel mensen maken de vergelijking met Twilight Princess altijd van... Ja, het is J.R.R. Tolkien, dus Lord of the Rings. En ja. Ja. Ja, het hoeft niet per se een slecht ding te zijn. Nee, klopt. Maar met Lord of the Rings is... Ik ben wel fan van die serie, dus ja, dan pakt dat mij ook wel meer. Ja. Dus ja, dat is voor mij gewoon een beetje... En zoals ik al zeg, als zij gewoon games willen hebben, dan moeten ze gewoon die games gaan re-releasen. Zo simpel is het. Als ze monies willen. Ja. Nou, eigenlijk doen ze dat een klein beetje met die collectie aan... Aan N64 games die je natuurlijk kan doen met die... Ja, klopt. Ik dacht alleen dat het up to 8 players was en niet up to 4 players. Maar ja, het is maar up to 4 players. Okay. Wat jammer is, maar... Oké. Okay. Dat is hetzelfde als dat ze voor Mario Party 7 hadden ze ook zo'n 8 player mode. Volgens mij heeft nog nooit iemand die 8 player mode met z'n achter gedaan. Vast wel één iemand. Ja, toen ze het gingen testen. Precies. Nee, en ja, het is dan wel weer jammer dat de Sega Genesis dan weer onderuit wordt gehaald van up to 2 players. Ja. Ik weet ook niet of er dan 4 player games op zitten, maar gaat om het idee. Er zal vast een reden achter zitten. Ja, even Sega nog een hak zetten van, ja, weet je nog de consoles wars van een paar jaar geleden? Ja, die weten wij nog wel. Mm-hmm. Ach ja,
Ja, ik vind het wel vet dat ze zo'n soort collab doen, zeg maar. Mm-hmm. Ik vind dat, ja, heb ik wel respect voor. Ja, en ik vind aan de kant ook wel gaaf wat voor games allemaal erop gooien nu. Alleen ja, ik zou het nog graag vinden. Oh, ja, ik zou graag twee dingen nog vinden. Dat is de Rare Replay collectie nog op Switch flikkeren. En welke games zijn dat dan? Rare Replay waren heel veel Rare games van die ze ooit op Xbox hebben uitgebracht als een collectie. Maar nooit op de Switch. Maar welke games zitten daarbij dan bij die collectie? Heel veel latere Rare games. Wacht even. Pak heel even de List to Be. De Rare Replay, de compilation. Welke games zat erin? Ja, er zaten 30 games in. Even kijken. Oké, included games. Jetpack, Lunar Jetman, Attic Attic, Saberwolf, Underworld, Nightlore, Gunfight, Slalom, la. Ja, dit is hier heb je de betere. Jet Force Gemini, Banjo-Kazooie, The Perfect Dark Remaster. Banjo-Kazooie zou ik heel graag een keertje willen spelen. Banjo-Tooie, Conker's Bad Fur Day. FIFA Piñata, Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, Perfect Dark Zero en Cameo. En Cameo en Perfect Dark Zero vind ik hele goede games. Alleen bij mij zijn beide CD's kapot. Oh. Ja, ik wil altijd nog een keertje Banjo-Kazooie spelen. Nou ja, die komt op de Switch, die Expansion Pass uit, hè? Oh ja, zie je wel. Dat heb ik wel iets van gelezen. Ja, ik weet niet of ik die Expansion Pass ga halen, hoor. Maar... Ja, ik zit met Nano is een familie ding, dus... Oh. Hij maakt het heel makkelijk van, doen we het, ja of nee? Ja, precies. En als iedereen zegt ja, prima. Dan is de stap ook gewoon veel kleiner. Ja. En tweede, en dat vind ik op zich wel zonde van, dat die Kingdom Hearts ding zo cloud gaming is. Ja. Vind ik nog steeds jammer. Maar dat zal ook wel met de opslagcapaciteit van de Switch te maken hebben. Weet je niet. Als je het gewoon op physical had gedaan, dan had je 1 en 2, tenminste... Ja, dat is waar. Ja, 1 en 2 kunnen doen. Maar die runnen nog steeds op de PlayStation 2, dus fuck off. En de Switch is tenminste sterker dan de PlayStation 2, althans dat hoop ik. Dat lijkt mij ook, ja. Dat zou heel sad zijn als het niet was. Anders gaat iemand bij zijn PlayStation 2 hacken. Ja, Breath of the Wild op de PlayStation 2. Wat is mogelijk? Dus ja. Hyper Potion. Ja, en voor mij is dat gewoon nostalgie, want ik heb ooit die games gewoon... Ik heb 2 had ik ooit uitgespeeld op een laptop. Heel slecht geoptimized. Bijna niet te spelen, maar ik heb het gewoon uit kunnen spelen. Okay, welke game? Kingdom Hearts 2. Ah, ja. 10 FPS, maar ik heb het uitgespeeld. Volgens mij vindt Justin Kingdom Hearts ook vet. Ja, ik heb nog nooit gespeeld hoor, maar... Je had het over zo'n race, maar ja, ik vind een race wel leuk als iedereen ook een beetje de game kent. En ik heb echt geen idee. Ach, ik doe met Harm ook een race momenteel voor een games die hij niet kent. Maar dan doen we een hele makkelijke. Ik zet dan een handicap op. Ik speel dan op de moeilijkste difficulty en hij speelt op easy. Dus ja, het kan op die manier, kan het wel. Stuf te denken waar ik nu ook weer naartoe moet. Heb je de lift key? Volgens mij heb ik de key niet inderdaad. Oh, kut. Nee, het is de key om verder te komen, dus... Mm-hmm. Oké, dan merk ik ook gewoon dat ik met jou ook andere dingen moet gaan doen. Want als ik dit had geflikt bij Nando, dan had Nando me wel op de vingers getikt. Oh, omdat je zegt dat is de key om dingen verder te doen. Ja. Van ja, je hebt wel gewoon gelijk. Ja, ach. Had ik maar niet moeten vragen, of had ik maar niet moeten zeggen van, oh, wat moet ik ook weer doen? Ja, ach. Ik maak Nando al helemaal gek met mijn puns. Iedere week recorden we 1 Yu-Gi-Oh! Aflevering. Ja. En dan probeer ik altijd de booster pack neem te integreren in gewoon de intro. Dus Nando, vandaag is jouw Dark Crisis. Of iets heel slecht van, wordt het de genesis van Nando's terugkeer? Nee.
Het is heel slecht, hij vindt het heel vervelend, maar ik vind het gewoon heel leuk om gewoon daarmee te fucken. Oké, Toxic raakt door Dick heen. Dat is best wel kut om achter te komen. Oh, dat is inderdaad wel kut, ja. Wow, dat deed veel damage. Jij vuile ratata, jij deed veel damage. En nu ben je gewoon dood. Oké, dan is tenminste die dood. En als deze drillrun raakt, heb ik Jesse en James ook tenminste klaar. En als je hem niet raakt, ben ik sad. Nee, hij raakt hem. Mooi. Maar het is geen one-shot. Dammit. Oké, Kingler, jij gaat nu even de box zien. En Nidoqueen gaat eruit, want anders ben ik jou zo meteen weer kwijt. Maar ja, mijn Onyx is wel even lekker bezig nu. Die maakt wel wat killetjes. Ja, maar ja, hier, gaat het daar. Hier, Onyx. Ja, maar nu was het. Ik heb ook Voltorps verslagen. Die natuurlijk super effective is. En nog wat andere Pokémonnetjes. Oké, sorry, ik herhaal. Het is een Onyx. Ja. Nee, maar ik ben op zich wel blij dat zometeen wanneer de games uitkomen, want einde van dit jaar is, komen gewoon zoveel games uit. Mm-hmm. Ik ben echt zo hyped voor Mario Party. Echt veel meer dan Dime to Pearl. Ja, oké. Maar het is Mario Party, hè? Dus. Mm-hmm. Ja, en ik heb ook het gevoel dat hij niet zo kut wordt als Super Mario Party. Nee, oké. Maar dat is ook een hele kleine drempel om overheen te stappen. Ja. True. Dus ja, ik vond nog steeds geinig. Ja, je kan eindelijk op Super Mario Party eindelijk online doen. Ja, oké, prima. Waarom was dit geen optie meteen al vanaf het begin? Inderdaad. Waarom introduceer je dit nu terwijl eigenlijk de nieuwe Mario Party al uitkomt? So, Grimer is a Ik vind het wel geinig dat Archer, degene die ook in Johto zit, die ook gewoon een rol speelt. Het is geen grote rol, maar het is een rol. Een Archie of Archer? Wat Archer. En wie is dat? Want dat zegt me even niks. Is een Team Rocket admin. Wow. Is een van de drie, vier admins van Johto. Bij al die anderen is het altijd zo duidelijk voor mijn gevoel. Maar ja, laten we ook even heel eerlijk zijn. Wacht, hoe krijg je die pokeballen ook weer bovenop die buizen? Pak een stoel. Oh, daar stond ik net wel bij. Die stoel kan ik niet pakken. Die blauwe. Okay. Dan ga je eerst naar de vent toe. Dus die airco vent, praat je tegen en dan doe je dat. En ik moet even wisselen, want deze Weezing doet even irritant. Wat doet de Weezing? Hij heeft geen levitate in deze game. Nee, maar hij heeft wel Dark Pulse, Flamethrower en Sludge Bomb. En mijn team is Physical Defensive en niet Special Defensive. De enige die ik kan tekenen is Nidoqueen. Die nu wel geburnt is. Ja, dat is een probleem. Lekker easy. Let's pak dat Pokéball. Waarom hebben ze dit toegevoegd in de game? Anders heeft Eevee ook geen kut te doen. Anders op je kop te zitten. Dat is waar. Maar het is wel logischer dat dit gebeurt, dan dat hij je gewoon de lift geeft. Nee hoor, ik vind het heel logisch dat een Team Rocket Grunt heel bang wordt van een 10-jarig jongetje of meisje. Ja. En dan een lift geeft uit niets. Ja.
Vind ik heel logisch. Hey, een rare candy. Ik kan echt niet wachten op wat betere TM's. Die daadwerkelijk Nido Queen ook kan leren, maar... Dat maakt niet uit. Hè? Details. Bulldoze zou al gewoon oké zijn, zeg maar. Bulldoze, zelfs Magnitude zou ik op zich gewoon nog wel fijn vinden. Maar ja, ondertussen ben ik gewoon een paar beurten bezig met de Weezing. Je kan het. Oh, het is ook niet dat ik het niet geen vertrouwen heb in Nido Queen, maar... Doe het even. Maar ja, ik ben ook geburnt, dus... Burn, baby, burn! Disco Inferno. Ja, die. Die, ja? Oké. Okay. Ja. Normaal ben ik degene die hem maakt en niemand die hem snapt. Ah. Oh. Nou voel ik me oud. Ja. Maar wij zijn ook oud. Nee, we zijn niet oud. Het ligt eraan aan wie het vraagt. Nou ja, ik vond nog de mooiste. Laatst was het de verjaardag van mijn zwager. Ja. Yeah. En waren zijn neefjes waren er ook bij. En ik vroeg van, oké, hoe oud denk je dat ik ben? Ja. Yeah. 32, 33. Ik zat zo van, ja oké, stop maar. Ik hoef niet te horen. Bad. Oeh, een double battle, dat vind ik wel spannend. Oh, dat deed veel te veel damage. Wat, die poison jab van die Arbok? Ja. Ja. En een toxic. Ook dat nog. Ik moet gaan switchen, want... Ja, het kutte is, ik ken de lyrics van toxic niet zo heel goed. Ik ook niet. Nou, tenminste, Perellis is er eindelijk in. En ik kom weer de flame trullalower. De flame trullalower? Ja, trullalow. Aha. Een hyper potion. Oh, dat deed zo weinig damage op die Weezing. Ik ben gewoon teleurgesteld. Ja, het is een defensive wall, hè? Ja. En weer gepoisoned. Wauw. Dit wordt echt nog een moeilijke fight. Oké, even kijken. Ik denk dat ik met hem... Nou, de Weezing is eindelijk dood. Duurde veel te lang. Had ik maar een... Kadabra. Wink, wink, nudge, nudge. Ja. ja, fuck it. Ik leg wel in met Nido Queen. Ik ben dus heel bang voor een Golbat. Ik ben banger voor een Weezing dan voor een Golbat. Want als ik sneller ben dan een Golbat, dan... Of ik tenminste nooit bang te zijn om geflinched te worden. Die Toxic is echt heftig dat hij gewoon werkt op het moment dat je underground bent. Ja, ik snap steeds niet waarom, eerlijk gezegd. Nou, dat was de Golbat. En om nog even wat zout in de wond te gooien, maak ik het af met een brickbreak. Potion Jab doet zoveel damage. Mm-hmm. Dat is echt niet normaal. Oh, en is hij ook nog niet dood? Wow. Jammer. Oeh, dat wordt heel spannend. Oh, op 2 HP leef ik nog. Oké, even healen. En dan is het tijd voor onze grote vriend Giovanni. Denk je dat het slim is? Even kijken. Oh, Rock Slide is op beide. Dat is misschien wel even slim. Denk je dat ik mijn, hoe heet die, B-Drill van level 26 vrij in kan zetten zonder dat hij doodgaat? Nee. Nee. Lijkt me niet. B-Drill staat bekend op zijn snelheid, op zijn attack, zijn papieren defense.
Ik zou het niet doen. Oké, super potion. Oh, dit wordt heel spannend. Wie miste ik? Oh, de Weezing miste ik. Oké, maar Weezing hoeft over het algemeen niet bang te zijn. Ik denk dat Persian doodgaat aan poison. Oh, ik ga wel level up, dus ik krijg wat HP erbij. Dat is mooi. Ik ga even wisselen, want ik vertrouw dit niet. Ik vind nog steeds wel humor dat in de oorspronkelijke game Giovanni een Kangaskhan had. Die bekend staat om een hele... Persian is dood door de sludge van Weezing. Sludge of sludgebom? Sludge. Okay, wie was ook weer gepaard aan Persian? Weet ik niet. Nee, ik heb een idee, maar ik hoop dat het niet zo is. Ja, ik denk Nido Queen, of niet? Denk jij dat ook? Kijk, als jij mij geen shiny gunt, prima, maar... Oh, is die Pidgeotto ging door jezelf? Nou ja, door die Horn Attack ging je door. Horn Drill, zelfs daar... Hetzelfde met Horn Drill keur ik niet goed als een dev, eerlijk gezegd, maar ja. Het is een dev, maar... Ja. En dan wilde ik je nog aan het eind van deze rit wel de Shiny Needle Queen aan jou geven, maar ja, ja. Milan, als je zo doet, ja, dan hoeft het voor mij niet meer, hè? Sad. Toch heb ik release dingen nooit, dus... Als de mogelijkheid er is, dan kan jij mooi een Shiny collectie zetten. Hey! Maar ja, waar tover ik nou even weer twee Shinies vandaan? Pineapple, ja. Ik snap nou wel dat je moeite had met die Weezing. Ja. Die is gewoon best bulky. Mm-hmm. Want ik doe best wel veel damage met Dick, maar gewoon niet genoeg. Nee. Nou, ik wissel even naar Kingler. Kingler even healen. Kijk, in een Soulink zou ik nooit zeggen van de battle systems moet op set gaan staan. Zou ik nooit doen. Want als dat zo is, kijk, in mijn eentje wil ik het wel doen. Want dan is het op zich, als er iets dood gaat, of dan kan je vooruit plannen. Maar als ik dan opeens te horen krijg van, ja, sorry, ding is dood. Ja. Yeah. En ik zit op set en niet op ding, dan zit ik wel echt zo van, ja, Yep. En nu? Even kijken, hoeveel? Ik heb nog één Hyper Potion, een paar Lemonade. Ja, oké, kom wel goed. Moet je na Team Rocket nog een battle? Na Jesse en James? Ja. Yeah. Hier heb je nog een fight tegen Archer en dan heb je nog een fight tegen Giovanni. Dan moet ik even gaan healen. Mm-hmm. Oh, en Persian was bij Ace ook. Wow. En Jordi is weer veel te bang. Maar ja, liever te bang dan dingen laat ik doodgaan. Mm-hmm. Nee, dat was Giovanni. Nou. Hebben wij de Sylph Scope. Ja, oké. Okay. Even kijken. Dan gaan we even vast... Ja, Cubone Headback. Ja, helemaal goed. Helemaal top. Helemaal klaar. Ik ga even iets checken. Pokémon Tower. Jij bent toch nog aan het fighten, dus ik kan mijn tijd nemen hiervoor. Ja, ik moet sowieso eerst nog... Ik ben buiten een fight hoor, maar ik moet even healen, want... Allemaal Pokémon zijn gepoisoned. Daarom had ik ook geen switch voor die Persian, dus ik had hem geheeld, alleen... Toen ging ik nog dood. Ja. Doordat ze dubbelde op mijn... Op mijn Persian. Oh, oké. Okay. Op zich valt nog mee. De encounter rate van een Cubone. Oh... Ja, valt op zich nog wel mee. De counter rate van Cubone is maar 10%. Oké. Okay. Dus dan is de vraag, encounter ik de Cubone of encounter jij de Cubone? Ja, precies.
Even kijken, wie is... Oh ja, ik ben als eerste aan de beurt, want ik zou oorspronkelijk naar die route links van Celadon gaan, maar ja, Snorlax ligt er met zijn dikke reet voor. Mm-hmm. Maar zullen we dat de volgende aflevering doen? Dat gaan we inderdaad de volgende aflevering doen. Want ik moet sowieso die battle nog doen. Ja. Zo. Oké. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe even een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie graag de volgende aflevering weer. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.